Welkom bij IT Conversations. Mijn naam is Johan van Amersfoort en ja, nog steeds bij mij is een speciale gast, Huip Dijkstra. Ja, tof. Dankjewel dat ik er nog steeds mag zijn. Huip, goeiedag. Ja, laatste dag van VMworld is aangebroken. Hoe heb je VMworld beleefd? Ja, leuk. Eigenlijk had ik gewild dat er gewoon meer uren in mijn dag zaten. We zaten natuurlijk en de US-sessies te bekijken en de Europese sessies te volgen. Dat je komt uren tekort. Dus je hebt eigenlijk wel de full VMworld experience heb je gedaan. Inclusief jetlag, inclusief slecht eten. Wat stond er op het menu gisteren? Gisteren, shawarma. Dus gewoon full Europese... Ja. Zelfs nog VMworld. Even gesport tussendoor, dus helemaal goed. Hoe is het met je wallen? We blijven aan de koffie vandaag. Oké, heel goed. Hey, gisteren was wel echt een hele vette dag VMworld, hè? Ja. Was eigenlijk wel VDI-dag. Het was een beetje... The year of VDI? Ja, sommige mensen... En ik weet niet of mensen de sessie met Brian Mannen hebben opgepikt. De 50 dingen die hij had opgepikt uit gesprekken met admins. Maar daar heeft hij de term de year of VDI als enige eigenlijk op heel VMworld heeft hij vermeden. Ja, hij zei het niet, maar hij bedoelde het wel hoor. Ja, hè? Ja. Volgens mij weten we allemaal al dat het de year of VDI is. Hij gaf je gewoon gelijk. Ja. Daarom. Hey, wat heb je opgepikt verder? Ja, ik denk de laatste 2 dagen misschien wel. En daar hebben wij het nog niet echt over gehad. Zero Trust in combinatie met end-user computing. Zero Trust is niet zozeer een product, maar meer een gedachtegoed. Een security gedachtegoed. Volgens mij komt het uiteindelijk bij Alphabet vandaan. Hè? Het moederbedrijf van Google. Google, yes. Ja. En het gaat er in feite vanuit dat je de identiteit van iemand niet vertrouwt, de verbinding niet vertrouwt en het apparaat niet vertrouwt. Eigenlijk vertrouw je helemaal niks. Niks meer. Zero Trust. Zero Trust. Okay. En als je dan naar VMware specifiek kijkt, en dan specifiek eventjes Workspace ONE, dan zie je dat we daar 4 dingen eigenlijk als actie-items mee doen. Ze zijn relatief simpel. Of we staan iets toe, toegang tot data of applicaties, of we weigeren het. We doen een step-up, ook zeer populair, denk ik. Ik zie wat bij heel veel klanten al terug. Of we doen een remediation, eigenlijk een geautomatiseerde oplossing implementeren. Dat zijn de 4 dingen die Workspace ONE doet op basis van een heel groot aantal parameters, ofwel vanuit Workspace ONE UEM, of vanuit het Trust Network, wat we natuurlijk vorig jaar, of 2018 volgens mij, al live is gegaan. Dat is een beetje het concept van VMware in combinatie met Zero Trust. En daar voegen we dit jaar een aantal dingen aan toe. Aangekondigd is Login Risk Analytics. Dus dan gaan we op basis van het aantal critical vulnerabilities van jouw device, of op basis van jouw gedrag. Hè, dus als je tientallen keren je wachtwoord verkeerd invoert en je negeert ook alle updates en je gaat allerlei malafide programmaatjes installeren, dan gaat jouw risicoscore omhoog en gaan we dat ook als input gebruiken voor die 4 acties. En dit gaat nu al veel verder dan de risk scores die al eerder waren aangekondigd, hè? Ja, klopt. Dit gaat nog weer een hele, hele grote stap verder. Dus dat is aangekondigd. Ja, een ander ding wat is aangekondigd is een grote update op VMware Tunnel. VMware Tunnel, dat zie je misschien wel op je telefoon. We gebruiken dat voor micro-VPN of voor system-VPN. Daarin noemen we een security update. En daarin gaan we continu eigenlijk evalueren of je nog wel aan de eisen voldoet voor die verbinding. Dus als jij daar niet meer aan voldoet, dus op basis van een parameter, hè, je vertoont heel raar gedrag door allerlei malafide software te installeren, dan kunnen wij jou opnieuw gaan prompten voor die verbinding en die verbinding ook verbreken. Eigenlijk een beetje context-aware bekijken wat er met de gebruiker aan de hand is. En dat de smart policies dat in voor Horizon doen, kun je dan zometeen op basis van parameters in die tunnel ook... Exact dat. Nou, tof. Dus eigenlijk zie je dat Zero Trust is een beetje 2018 ontstaan. 2019 was echt het grote jaar van Zero Trust. Kwamen er veel features uit. En dit jaar bouwen we daar weer op verder. Dus dat is denk ik een hele mooie beweging. En ook eentje die je denk ik continu zal moeten gaan doen. De security blijft een belangrijk thema. Ook in dat thema, ik weet niet eens hoe ik het uitspreek, maar SASE. Het is een device bedoeld voor... Ja, het staat thuiswerken of wel een branch office. Het is een SD-WAN gateway. Dus je extendt eigenlijk je zakelijke netwerk naar een andere locatie. Daar zit een stukje NSX firewalling bij in. Er zit ook een link naar Carbon Black in. En is gewoon goed te combineren met Workspace ONE. Je kunt je inbeelden dat je gaat monitoren op
als er een sessiekastje is, dat je dan zegt van oké, dan hoef ik niet meer die tunnel VPN op te starten. Of dan, weet je wat, dan vertrouw ik die site dusdanig dat ik het zie als een kantooromgeving. Echt als je site-to-site toegang zou willen. Ga ik je misschien niet meer prompten voor een multifactor authenticatie. Dus ook dat werd aangekondigd op VMworld. En dan misschien nog wel ook een hele leuke, de Horizon en Carbon Black. Samenwerking. Vorig jaar hadden we natuurlijk Horizon Workspace ONE. Workspace ONE en Carbon Black. Dit jaar komt er Horizon Carbon Black. En qua technisch zul je meteen al zien dat je persistent desktops met Carbon Black kunt gaan beveiligen en monitoren. En ze hebben nu ook aangekondigd dat we ook non-persistent desktops gaan doen. Dus dat denk ik echt wel een hele grote aankondiging op dat vlak. Wat daarin heel tof is dat non-persistent desktops en antivirus is natuurlijk altijd eigenlijk wel een uitdaging geweest. Het feit dat het nu door VMware zelf op een goede manier geïmplementeerd kan worden, dat is goud. Ja, je wil zo min mogelijk performance wegkapen van zo'n host. Dus denk een belangrijke update. En misschien als bruggetje naar Horizon dan. We hebben in onze eerste video niet eens alles behandeld. Maar je zag het in de keynote van Pat Gelsinger. Hè? Multicloud is een belangrijk onderdeel van het VMware-verhaal. En wat je dan toen zag is dat in 2018, geloof ik, hebben wij toen de Horizon Cloud Control Pane. Hè? Die visie hebben we toen gepresenteerd. En eigenlijk sinds dat moment zijn we daar op wezen doorbouwen. En hebben we steady daar features in uitgebracht. Dit jaar... Die control plane die is eigenlijk bedoeld voor het feit dat je nu overal een desktop vandaan kan krijgen. Ja. Multicloud. Hè? Dus je hebt één admin console voor je Horizon-omgeving on-premises, voor je omgeving op Azure, voor je omgeving op Amazon. Dat bedien je allemaal vanuit één console met features als monitoring, helpdesk, applicatiemanagement. En daar voegen we dit jaar aan toe de Universal Broker. Dus voorheen had je nog aparte pools, hè? Had je aparte icoontjes voor de omgeving op Azure bijvoorbeeld en de omgeving in je eigen datacenter. Dat kun je nu allemaal uniform onder één icoon klikken. En dus je gebruikers gewoon verdelen tussen dat wat je nog in je eigen datacenter hebt staan en dat wat je in de cloud draait. En daarvoor hadden we nog een update nodig. En dat was die van AppVolumes. We hebben natuurlijk AppVolumes 4 eerder dit jaar uitgebracht. Interessant aan AppVolumes is dat we een beetje zijn afgestapt van het applicaties bundelen. Dat je nu ook weer gewoon per applicatie kunt assignen. Dus dat was denk ik gaaf. En ook de performance is wat vooruit gegaan op het gebied van AppVolumes. Nu hebben we het uitgebracht ook voor Azure. Ja. Dus je kunt op je Azure datacenter AppVolumes gaan gebruiken. Zodat je die applicaties ook gelijk kunt houden aan bij de omgeving. Dus dit werkt al bij VMC, Horizon Safe voor VMC. Ja, dat werkt al inderdaad. Dus nu heb je inderdaad, en dat vind ik mooi ook, hè, dat je ziet dat die features, dat die multi-cloud verhaal eigenlijk volwassen wordt. Ja. Het was er al, alleen moest je soms rekening houden per cloud met andere features. Ja, en het ecosysteem wordt wat groter. Yes. Ja. En ik denk dat het daardoor ook voor klanten gemakkelijker wordt om multi-cloud omgevingen te ontwerpen en te onderhouden. Ja, tof. Ja, we zijn natuurlijk niet alleen. We hebben het heel veel gehad over technologie en over nieuwe features, et cetera. Wij zijn beide natuurlijk best wel werkzaam in de healthcare-industrie. Allereerst, wat vind je leuk aan de healthcare-industrie? Ik heb heel veel respect voor professionals die in de healthcare werken. Ik denk dat bijzonder werk is wat je daar doet. Ik denk tegelijkertijd wat interessant is aan dat segment is dat er heel veel techniek bij komt kijken. Dat er heel veel innovatie misschien nog wel mogelijk is. En ik denk dat het leuk is om vanuit mijn rol, dat ik dan er tegenaan kijk van wat kan techniek vanuit VMware daarin betekenen. Tech as a force for good. Ik denk dat ik dat interessant vind aan de healthcare, ja. Nou hebben we beide vaak bij klanten al gesproken over het ziekenhuis van de toekomst. Hoe ziet VMware dat ziekenhuis van de toekomst met alle aankondigingen die nu bijvoorbeeld tijdens VMworld zijn gedaan? Ja, ik denk dat er een aantal thema's zijn waarin ik regelmatig met architecten of met CTO's praat. Dingen als VR inzetten voor pijnbestrijding, de beleving van de patiënt veranderen. Dus misschien wel thuis monitoren met medical IoT. Tot aan, als je naar een ziekenhuis gaat, hoe ga je dan met die informatievoorziening om? Ga je iemand een folder sturen of ga je dat allemaal digitaal maken? En ik denk als je kijkt naar de updates van VMware. Vorig jaar hadden we natuurlijk de HIT-update. Hè, de integratie met de deursensoren in je telefoon. Ik denk dat dat echt iets is voor ook in de zorg. We moeten kijken of we de zorgpas bijvoorbeeld kunnen gaan digitaliseren. Ook multifactor authenticatie op het gebied van security is in de zorg een belangrijk ding. Dat kunnen we tegenwoordig, dat is in tech preview nu, de multifactor authenticatie in de hub.
We hebben ook aangekondigd dat we dat mogelijk gaan combineren met hardwarematige authenticatie. Denk aan een pas, een beacon, dat soort zaken. Ik denk dat interessant is. VXR. Er zijn steeds meer applicaties die VR of AR doen in de zorg. Als je dat wil gaan implementeren, heb je daar device voor nodig. Hoe ga je die device beheren? Hoe ga je de applicatie daarop laten landen? Waar komt die applicatie te staan? Daar zijn allemaal aankondigingen over gedaan op VMworld. Ik denk dat het allemaal innovaties zijn die we in de zorg goed toe kunnen gaan passen. Ja, heel tof. Hey, tot slot, heb je nog wat laatste tips voor de komende tijd? Ja, ik denk als je heel veel hebt gezien, zoals zo'n week als deze week, dat het goed is om daar zo over na te denken. We hebben natuurlijk ook de sessie gevolgd. Misschien was dat wel mijn favoriete sessie van Brian Madden en Sean Bass. Die gingen gewoon, ik geloof dat het bijna 50 minuten was. Ja. Lekker laid back, gingen ze even kletsen over waar staan we, waar gaat de markt naartoe, hoe is dat interessant voor ons. Ik denk dat het slim is om zo'n gesprek in je eigen organisatie op te starten. Gaan kijken, waar sta je? Waar wil je mogelijk naartoe? Wat komt er mogelijk op je af? Als mensen daar hulp bij nodig hebben, ik denk dat het ook nodig is, een van ons tweeën uit. En dan gaan we daar graag over in gesprek. Absoluut. Nou, Huip, bedankt voor alle deelname aan de sessies tijdens VMworld. Jullie ontzettend bedankt voor het kijken. Vergeet je niet te abonneren op ons YouTube-kanaal. Want we komen zeker terug met meer video's over dit onderwerp. Voor nu bedankt voor het kijken en we zien jullie graag terug.